De heropening van de wereldeconomie is in volle gang. Nu is de vraag of de huidige inflatoire druk van voorbijgaande of aanhoudende aard is. Door de snelle vaccinatiecampagnes in de VS en het VK en de inhaalslag in Europa zijn de cijfers voor de inkoopmanagersindex in ontwikkelde landen in mei naar recordhoogten gestegen. Zowel in de verwerkende industrie als in de dienstensector zijn de bedrijvigheid en de nieuwe orders toegenomen, stijgt het ondernemersvertrouwen verder aan en stijgt de werkgelegenheid. Het herstel is enigszins onstuimig gebleken, met aanzienlijke verstoringen aan de aanbodzijde. Dit heeft geleid tot tekorten in een breed scala van productiemiddelen, variërend van voedingsmiddelen tot basismetalen en halfgeleiders. Het is misschien niet verrassend dat de kernprijsinflatie in de VS in april uitkwam op bijna 3%, het hoogste cijfer sinds het midden van de jaren 90. De hamvraag voor de markten is of de beginnende inflatie die we vandaag in de VS zien, van voorbijgaande of van blijvende aard is. Al met al lijkt deze van voorbijgaande aard te zijn. Maar dat sluit niet uit dat ze later hardnekkig kan worden. Dat de huidige inflatie voorlopig nog geen permanente trend is, komt ten eerste doordat het overgrote deel van de verstoringen van de toeleveringsketens waarmee we werden geconfronteerd, zich al beginnen op te lossen. Bovendien loopt de tijdelijke Amerikaanse steun voor werklozen begin september af. Die betalingen hebben tot enige verstoringen en krapte op de arbeidsmarkt geleid. Daarna zal de arbeidsmarkt een normaler evenwicht beginnen te vinden. En tot slot is het belangrijk te wijzen op de verschillen in de samenstelling van inflatiecijfers. CPI, Consumer Price Inflation, wordt bijvoorbeeld door de overheid gebruikt in bepaalde belastingberekeningen en kan ook belangrijk zijn voor salaris- of pensioensaanpassingen. Maar de Fed geeft voor het monetair beleid de voorkeur aan een iets andere index, namelijk de PCE, de Personal Consumption Expenditure Index. De PCE-methode is minder afhankelijk van de huizenmarkt dan de CPI. Dat betekent dat de druk op de huizenmarkt, die de traditionele cijfers heeft doen stijgen, niet noodzakelijkerwijs evenveel invloed heeft op de inflatiemethode waaraan de Fed de voorkeur geeft. Uiteindelijk zal de hardnekkigheid van de inflatie afhangen van de verwachtingen. Verschuivingen in vraag en aanbod kunnen het huidige prijspeil veranderen, maar om een hogere inflatie te verankeren, zijn de verwachtingen van doorslaggevend belang. Voor de monetaire en fiscale autoriteiten in de VS is inflatie een beleidskeuze die nauw verbonden is met de zeer hoge schuldenlast. Bovendien kan de Fed profiteren van de tijdelijk hogere inflatie om de verwachtingen hoger bij te stellen, waardoor er meer beleidsruimte is bij toekomstige recessies. Daarnaast zijn er nog enkele andere trends die op langere termijn een bron van aanhoudende inflatie zouden kunnen worden. Denk hierbij onder andere aan de langdurige inflatie van de arbeidskosten in de VS voor sectoren met lagere lonen. Met name de detailhandel en de dienstensector. De grootste werkgevers, waaronder Amazon en Walmart en McDonald's, en de restaurantsector in het algemeen, hebben de lonen voor en tijdens corona verhoogd. En dit kan een meerjarige trend zijn. Decarbonisatie en net nul en duurzaamheidsdoelstellingen spelen ook een rol. Milieuregelgeving kan de extra leveringscapaciteit van bedrijven en sectoren beperken of tot permanent hogere prijzen leiden voor grondstoffen en basisproducten die nodig zijn voor de energietransitie. Koolstofheffingen en de doorwerking daarvan in intermediaire en eindproducten zoals beton- en vastgoedprijzen zullen waarschijnlijk ook inflatoir zijn. En dan zijn er nog de gevolgen van de klimaatverandering in bepaalde regio's op de productie van landbouwgewassen en de bosbouw. Dat zie je bijvoorbeeld nu al duidelijk als je kijkt naar de houtprijzen in Noord-Amerika. Kortom, de geloofwaardigheid van het Amerikaanse monetair beleid zal het hele jaar nog centraal blijven staan op de markten.
Reflatie blijft het thema, gezien de aanzienlijke begrotingssteun in de VS en de opname van overtollige besparingen door consumenten, waardoor de economische groei zeer positief zal uitvallen. Inflatierisico's zullen beleggers daarom zorgen blijven baren. En de Fed zal wellicht tastbare actie moeten ondernemen om te bewijzen dat zij niet zal terugkomen op haar aanhoudend lage rentestrategie.